Het kan zo zijn dat een geheim van Sok is dat ze zwanger is. Ik kan zo gelukkig worden als ik naar mijn hondjes kijk. Ik zou wel een aapje willen zijn. Ja, of een hele grote olifant. Hoi, welkom bij een nieuwe video. Ben je niet liever de mol? Goeie vraag. Subscribe to YouTube channel en doe je best voor. Hey, palingworst. Je vraagt dit zo om 9:30 's ochtends. Want Kim doet het natuurlijk hartstikke leuk. Hoi, welkom bij een nieuwe video. En deze video ben ik bij de première van, zoals je achter me al ziet, Huisdiergeheimen deel 2. Ik heb er super veel zin in, want Huisdiergeheimen deel 1 vond ik echt super leuk. En in deze video ga ik bekende mensen, dus ook de stemacteurs, interviewen voor jullie. Hey. Hallo. Hoi. Alles goed? Ja. Ik ben Kim van Kim's Vlog. Ik heb ook een eigen YouTube kanaal. Kijk eens aan. Als jij een van deze dieren mocht inspreken, welke zou je dan willen zijn? Ik denk dat Sneeuwbouw mij wel het meeste aanspreekt. Ja, ik denk dat hij wel lekker gek is en lekker druk, dus dat past wel goed bij mij. Wie speel jij in deze film? Ik speel Gidget. Gidget is een wit keeshondje en zij is verliefd op Max. En Max is die daar met die nekriem om. Zij is hartstikke verliefd op hem en zij wil het liefst natuurlijk de hele dag bij hem zijn. Zij krijgt de opdracht om te letten op het knuffeltje van Max. En dat raakt op een gegeven moment kwijt. En dat komt terecht in een kamer vol met katten. Ik speel Sneeuwbouw, de allerleukste konijn. De meest gangster konijn ever. En super leuk om te doen. Dus die ben ik in de film, vorige film ook. Nou, ik mocht twee karakters spelen. Dus ik speel het baasje van een kat. Van de kat Chloe. En die houdt mij iedere keer wakker. Dus dat is een beetje een geïrriteerd karakter. Maar ik speel ook een heel lief konijntje. Dus ja, ik heb geen grote rollen, maar wel twee rollen in een film. Ik ben er super trots op. Ik speelde in de film Chloe. Dat was de vorige keer ook in Huisdiergeheimen 1 was ik dat ook. En Chloe is de grote, dikke, grijze, luie poes. Die hele, ja, die knoert. Het was ook heel grappig, ik was ooit in New York 2 jaar geleden. En toen zag ik opeens de poster van Chloe, maar dan echt zo groot op zo'n skyscraper. Toen dacht ik echt, oh, dat ben ik. Dat is heel gek, hè, als je dat denkt. Maar het is wel zo. Als jij een dier mocht zijn, wat zou dat dier dan zijn? Ik denk een tijger. Dat is altijd mijn lievelingsdier geweest. Maar ja, dat is niet echt een dier die je natuurlijk in je huis neemt. Dus dat is wel een extreme huisdier. Maar honden zijn ook heel erg mooi. Ja. Wat vind je dan zo leuk aan een tijger, dat je dat beest wil zijn? Dat je kan jagen. Jagen in het wild. Ja, dat lijkt me wel echt heel erg tof. De jageninstinct. Ik denk een leeuw. Dat is gewoon, ja, een leeuw. Ja, ik zou een leeuw zijn. Dat zie je ook aan mijn haren. Een leeuw past perfect bij mij. Maar waarschijnlijk wordt het gewoon een kleine worm. Maar als ik mag kiezen, een leeuw. Als ik een dier zou zijn, zou ik natuurlijk een poes willen zijn. Dat wil ik al mijn hele leven. Een beetje zo liggen in het zonnetje. Zou je eten krijgen en een goede aai af en toe. Je eens omdraaien in het zonnetje op de bank. Iedereen werkt, maar jij niet, hè. En af en toe dan vang je ze muis. Ik denk toch wel een hond. Ik kan zo gelukkig worden als ik naar mijn hondjes kijk. Hoe blij die worden van niets, van een bal of lekker wandelen buiten. Het lijkt me een heerlijk, gemakkelijk leven. En deze huisdieren hebben natuurlijk allemaal hun eigen huisdiergeheim. Wat is Sok zijn huisdiergeheim? Ik hoop niet dat Sok een geheim voor mij heeft. Het kan zo zijn dat een geheim van Sok is dat ze zwanger is. Maar dat hoop ik niet, want anders dan heb ik wel heel veel werk aan al die kittens. Ja. Heb je zelf thuis ook huisdieren? Ja, ik heb vroeger een hond gehad, een zwarte labrador. Toen ik 14 werd, kreeg ik die. Er was een puppy nog van 6 weken oud. Ja, dat was fantastisch natuurlijk. Dus die is de hele jeugd meegegaan totdat ik naar Amsterdam ging. Toen is hij bij mijn ouders gebleven. En wat was zijn huisdiergeheim? Nou, die brak echt de hele tent af. Als wij er niet bij waren, dan dat was niet echt een geheim meer. Want dan lag de hele. We hadden zo'n bank van zo'n gele vulling, weet je, zo'n foamvulling. Had hij die kussens eraf gehaald, had hij die hele bank kapot geknaagd. En lag die foamvulling door de hele kamer. Maar omdat hij daar dus niet zo goed tegen kon, ging hij daarvan braken. Dus dan lag ook nog eens de hele huiskamer vol met braaksel. Het was echt best wel een ramp. En alle schoenen opgekauwd en alles kapot gemaakt. Het was pittig. Ik heb thuis namelijk zelf ook 2 hele grote poezen van die. Van die langharige, dat noemen ze Siberische boskat. En dus mijn kater is ook zo'n grijze opdonder. Ze zijn allebei stout. En ze vangen
alles. Het is echt bijna bizar wat poezen kunnen. En ze zijn heel slim. En dat is natuurlijk met Chloe ook in deze film. Ze is slim, ze is wijs. Ze wil alleen maar vreten. Ze trekt eigenhandig de ijskasten open. En eet alles op wat ze vindt. En daar herken ik me eigenlijk enorm in. Ik heb heel veel dieren. Eigenlijk, je kan bijna geen dier opnoemen of ik heb het thuis. Ik heb een egel, ik heb vissen, ik heb een paard, ik heb schapen, ik heb honden. En ik denk dat mijn hondjes het wel heel vervelend vinden dat ze vandaag niet op de rode loper mogen zijn. Die houden wel van die aandacht. Mijn kinderen hebben een soort van een konijn, wat lijkt op... Nou, we hebben Zaaien, dat is een hondje, maar die lijkt eigenlijk op Sneeuwbal. En hebben ze twee konijnen. Jawel, het lijkt wel op... Op Gidget. Oh, sorry. Nou, lijkt op Gidget. En ze hebben nog twee konijnen. En wat zijn hun streken, dus hun huisdiergeheim? Dan moet ik even van hun vragen. Wat is huisdiergeheim van Zaaien? Oh, wacht even. Hoe heet die konijn die ontsnapt de hele tijd, hè? Welke is het? Welke konijn? Luna ontsnapt de hele tijd. Oh ja, Luna. Luna heeft namelijk een tunnel gegraven in de tuin. Dus die loopt gewoon over het hele terrein waar ze wilt. Dus die gaat gewoon weg, gaat wel eens stappen. Gaat ze naar de disco en dan komt ze terug. Ja, toch? Nou ja, zoals we in de trailer hebben gezien, word jij als het baasje van Chloe niet echt op de fijnste manier wakker gemaakt. Maar wat is volgens jou de ergste manier om wakker te gemaakt? Ik denk toch wel wat in deze film gebeurt. Want op een gegeven moment gaat Chloe zelfs een haarbal op mij spugen. Dat is natuurlijk wel echt heel goor. En jij gaat natuurlijk Angry Birds, heb je deel 1 al ingesproken. Ik zag op je Instagram dat je ook al bezig was met deel 2. Wat kunnen we een beetje verwachten van die film? Het gaat helemaal de andere kant op. Er wordt echt een extreem eiland gevonden waarvan de Angry Birds niet weten dat die er is. En daardoor worden ze een beetje bedreigd en dan ontstaat er een soort van mini-competitie. Dus de Angry Birds die gaan een soort van gevecht aan, dus dat wordt heel erg leuk. Nou, zoals je net al zei, we kennen elkaar van Wonder Park en daar was je ook een dier. Wat zou het volgende dier zijn? Wat zou het volgende zijn? Ik zou wel een aapje willen zijn. Ja. Of een hele grote olifant. Ja, lekker laag in je stem. Ja, dat lijkt me ook leuk. Wat kunnen we van jou nog in de toekomst verwachten? Nou, hopelijk ga ik meer stemmetjes inspreken van animatiefilms of andere films. Ik vind dat echt superleuk om te doen. En ik ben hier vandaag voor Sok de Poes, voor Huisdiergeheimen 2. Dus ik kon haar niet meenemen. Dat werd een beetje gek, maar we gaan het zien straks. Ja, want de tas is natuurlijk stuk gegaan waar je hem in probeerde te doen. Klopt, heel scherp. Ja, de tas is kapot gegaan, dus ik kon die niet meenemen. Was wel leuk geweest, maar goed. Oké, je hebt dus echt hele intelligente vragen. Ik denk, oké, dat is gewoon lekker makkelijk op een zondag. Dat ik nog heel veel leuke programma's ga maken. Genieten, mijn dromen achterna. En wat er ook gebeurt, je mag altijd opnieuw beginnen. Altijd. Oh, een hele hoop. Ik ben bezig met allemaal nieuwe toffe projecten. En natuurlijk weer Expeditie Robinson. Dat is een boel. Wat je van mij kan verwachten in de toekomst, ja schat, ik werk al 36 jaar in het theater. Dus ik denk dat ik dat de komende 36 jaar ook nog wel zal doen. Dan ben ik wel inmiddels al lang dood, maar dan nog werk ik in het theater. Het is namelijk, ik doe zingen, dansen, acteren, film, radio, knappe mannen zoenen. Wat willen mensen nog meer? Ik heb het leuk, hè? Nou, ik ben nu momenteel aan het draaien voor een serie, maar daar mag ik nog niks over zeggen, denk ik. En er is nog een bioscoopfilm die eraan komt. Die heet Porselein, waar ik ook in zit. En verder ben ik ontzettend veel aan het inspreken weer. Allemaal tekenfilms en ook boeken. Let's go! Ik heb geen idee wat dat was, maar dat is wat er buiten kwam. Dat voelde ik, dat is de sneeuwbal in mij. Nou, dit waren de stemacteurs van Huisdiergeheimen deel 2. Abonneer op het kanaal, zodat je de filmreview van deze film niet mist. Zet daar ook een vette leuke reactie onder de video en zie ik jullie in de volgende video weer. Doeg!